Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video ga ik je laten zien welke producten ik de laatste 4 maanden heb opgebruikt. Ik heb het mandje erbij gepakt en ik ben eigenlijk zelf ook wel benieuwd wat er allemaal in zit van 4 maanden tijd. En of het een beetje normaal is of dat het misschien heel veel is. Dus mocht je benieuwd zijn naar de producten die bij mij zijn opgegaan, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Dus ik heb alles een beetje uitgestald, dus laten we beginnen. Er zijn 2 flessen met scheerschuim doorheen gegaan. Shaving gel moet ik eigenlijk zeggen. Ik gebruik altijd gel, want ik vind dat net iets fijner. Ze komen allebei bij de Lidl vandaan van het merk Shen. Maar ik zie toch wel wat verschillen, want de verpakkingen zijn veranderd. Deze was nog vegan, nou deze misschien ook wel. Ik weet niet meer welke de oude of de nieuwe was, maar er zijn in ieder geval 2 flessen met scheergel doorheen gegaan. Ik vind deze heel erg fijn, want het is ook voor sensitief en er zit aloe vera in. Dus het is echt wel voor een gevoelige huid waar ik best wel last van heb. Dus die vind ik altijd wel heel erg fijn en koop ik ook altijd eigenlijk wel weer opnieuw. Dan zijn er 3 flessen met mondwater doorheen gegaan. Ik heb er 2 van Dentalux, die komen van de Lidl. Ik heb eigenlijk altijd het liefste blauwe, de Extra Mint Freshness. Die vind ik zelf gewoon het fijnst. Ik vind hem van Lidl ook gewoon heel erg fijn. Ik koop hem ook eigenlijk altijd weer. Je hebt hem in 3 kleuren, een roze, een groene en een blauwe. Maar ik vind de roze en de groene vind ik niet zo fijn, want die zijn wat zachter. En die blauwe is net wat, hoe moet ik het zeggen, wat frisser. En ik had er ook eentje van Derlon. Die komt gewoon bij het huismerk van de supermarkt vandaan. Dat is gewoon een blauwe en die is ook helemaal prima. Ik was op dat moment bij die supermarkt. Toen heb ik daar gewoon een fles gekocht. Maar mondwater is ook altijd wel iets wat ik heel veel gebruik. Dan is er een flesje nagellakrimon voor doorheen gegaan. Ja, gebruik ik ook altijd. Het is vegan. Er zit geen aceton in. Ik heb hem van de Trekpleister. En die vind ik prima. Het zijn gewoon prima verpakkingen. En ja, om je nagellak te verwijderen heb je toch remover nodig. Dus dat is altijd wel heel erg fijn. Dan is er een flesje micellair water doorheen gegaan. Deze was toevallig nog van het Kruidvatmerk. Die zou ik niet meer kopen, want ondanks dat het een sensitief is voor een zeer gevoelige huid, kreeg ik er zoveel uitslag van. Mijn gezicht liep helemaal rood aan. Ik kan op de een of andere manier niet meer tegen de producten van het Kruidvat. Mijn huid is daar zo in veranderd. Er zit geen parfum in, geen alcohol, geen kleurstoffen. Maar toch zit provitamine B5 in, toch reageert mijn huid hier niet zo goed meer op. Dus die zou ik niet meer kopen. Maar goed, ik had hem nog staan, dus ik wilde hem wel gewoon opmaken. Want ik vind het dan zund om het weg te gooien, zeg maar. Dan heb ik een gezichtscrub. Deze was ook nog van het Kruidvat, die had ik nog liggen. Dus ik denk, ik maak het gewoon op. Ik vind het altijd fijn om mijn gezicht te scrubben. Deze is voor alle huidtypes. Heeft een milde peeling en bamboe extract. Ja, ik vind het gewoon heel erg fijn om 2 keer in de week ook een gezichtscrub aan te brengen. Want scrubben vind ik gewoon altijd ideaal. Dus daar word ik altijd wel heel erg blij van. En het geeft mij gewoon een extra schoon gevoel. Dus die is er ook doorheen gegaan. Dan heb ik hier een face wash. Vind ik ook, dat gebruik ik dagelijks. Met douchen vind ik lekker als ik mijn make-up verwijderd heb. Om even extra mijn gezicht te reinigen tijdens het douchen. Deze is voor de droge en gevoelige huid reinigingsgel. Hier zit amandelextract in. Maar wat ik zeg, de producten van de Kruidvat koop ik eigenlijk niet meer. Vanwege de reactie die mijn gezicht erop veroorzaakt. Ze hebben gewoon iets gestopt in hun producten. Wat niet meer goed reageert bij mij. Dus ik heb het allemaal opgemaakt. Maar het is niet iets wat ik meer terugkoop. Maar ik koop nu heel veel producten ook wel bij de Lidl of de Action. Daar gaat mijn gezicht wel heel goed op. En dat vind ik ook, daar moet je ook naar kijken natuurlijk. Want ja, je moet wel weten of iets wel goed werkt. Dan is er ook weer zo'n flesje met eye remover doorheen gegaan. Altijd die verpakkingen sluiten, die plasticjes die slijten eraf. Maar hier verwijder ik mijn oogmake-up mee. Deze komt bij Lidl vandaan. Ik zal even een plaatje in beeld nu zetten van hoe die eruit ziet met dit er nog op. Maar het is altijd een heel fijn product. Het is een soort 2-in-1 product op oliebasis. Dat moet je even schudden. En dan kun je heel fijn je make-up bij de ogen te verwijderen. Vooral mascara en zo. Dat is vaak nog hardnekkig. Dus die vind ik ook altijd heel fijn. En ben blij dat Lidl dat ook gewoon verkoopt. Dan zijn er 3 flesjes met shampoo doorheen gegaan. Ik heb hier een
twee oil and cares en één verrassende volume. Ik vind de oil and care varianten altijd het fijnste, omdat die gewoon heel erg goed zijn voor mijn haar. Omdat ik echt wat pluizige haar heb en met dat olie, dat is altijd wel heel fijn. Dit is dan arganolie wat erin zit. Maar ik vind deze ook wel heel erg lekker ruiken, de verrassende volume. Dus daar word ik ook wel heel blij van. Maar dit, ja, shoppen gaat er bij mij heel veel doorheen gewoon. Ook is er nog een gewone fles shampoo doorheen gegaan. Dit is een daily use shampoo. Dat gebruik ik gewoon om mijn kwasten van mijn make-up mee schoon te maken. Ja, het wisselt nog wel eens af. Nu heb ik deze. Ik heb ook heel vaak baby shampoo. Deze is van Shen. En ja, daar ga ik niet mijn dure shampoo voor gebruiken. Dus daar koop ik altijd een goedkope shampoo voor. Zodat ik toch dit mijn kwasten schoon kan maken. Dan is er een flesje Dettol doorheen gegaan. Ik gebruik altijd Dettol om mezelf mee te wassen onder de oksels. Want dat is het enige wat bij mij echt dan goed werkt. Ik ben nogal iemand die wel zweet, zeg maar. En dan gebruik ik dit om mijn mee te wassen als ik uit bed kom. Want ik douche altijd in de avond. En ja, dat werkt altijd wel. Dus ja, dat vind ik echt een heel erg fijn iets. Dus dat koop ik tegenwoordig om mezelf mee te wassen, zeg maar. Dat gaan we even kijken. Er zijn drie potjes met vitaminepillen doorheen gegaan. En wat ik wel heel erg jammer vind, is dat deze niet meer te koop zijn bij de Lidl. Want deze is van de Lidl, die vond ik echt heel fijn en heel betaalbaar. Maar Lidl heeft ze niet meer. Dat vind ik wel echt heel erg jammer, want ik vond ze echt heel erg fijn. Dus ja... Het zijn hele fijne pillen, maar ze zijn helaas niet meer te koop. Dus ja, ik hoop toch dat Lidl ze nog weer een keer terugkrijgt. Want ik vind ze heel fijn en ik heb dan de multivitamine tabletten. Dus nu heb ik hem gewoon van de trekpleister. Ook prima, maar deze waren goedkoop en werkte voor mij op zich wel goed. Dan zijn er drie verpakkingen tandpasta doorheen gegaan. Ik heb hier twee keer een Colgate verpakking. Deze is met zo'n whitening effect. Vind ik altijd wel heel erg fijn. Ja, ik ben ook wel iemand die best wel veel tandpasta gebruikt. Ik vind het lekker als ik veel heb. Dus ja, twee van deze. En één keer de Pro Glazuur van Sensodyne. Fresh and Clean. Vind ik ook wel een fijne. Ik wissel hem nog wel eens af. Doe ik hem bijvoorbeeld als ik... de eerste keer op de dag tandenpoetsen gebruik ik deze. En dan 's avonds voor het slapen gaan deze. Maar nou, volgens mij is het prima. Dus deze zijn er ook doorheen gegaan. Een hele grote fles met shower gel. Ik vond hem wel heel erg lekker. Het was zo'n XXL verpakking. Daar heb ik echt heel erg lang mee gedaan. Maar hij is nu op en ja, is ook weer prima. Ik vond hem wel heel fijn. Hij is van de Shen, dus van de... Lidl, mijn huid reageerde er wel goed op. En dit was een pink grapefruit. Dus daar heb ik echt super lang mee kunnen doen. Dan zijn er vier flessen conditioner doorheen gegaan. Conditioner gaat bij mij altijd heel hard. Ik heb hier een Care & Repair die er doorheen is gegaan. Een Oil & Care. En deze is dan nog een Care & Repair en ook een Oil & Care. Dus ja, deze zijn er ook doorheen gegaan. Ik gebruik best wel... Ja, ik moet gewoon altijd conditioner gebruiken. Want ja, conditioner, dat heb je gewoon nodig voor je lang haar. Dus ja, die gebruik ik ook altijd heel veel. Dan is er een handgel opgegaan, of een handzeep opgegaan, moet ik zeggen. Dit was eentje van White Tuberose. Rook wel heel erg lekker. Heb ik ook best wel lang mee kunnen doen. Ook van Shen. Lidl heeft vaak van die hele lekkere geuren handzeep. Dus dat vind ik altijd wel lekker. Dus ja, deze heb ik ook echt wel met veel plezier gebruikt. Maar hij is nu inmiddels op. Dus ja, ik heb nu alweer een andere neergezet. Maar ja, ook altijd, ik gebruik ook altijd best wel veel handzeep, moet ik zeggen. Dan is er een honing cacao butter opgegaan. Is een body butter. Gebruik ik ook twee keer in de week. De overige dagen gebruik ik een body milk. En als ik dan heb gescrubt en alles, dan gebruik ik body butter. En ik vond deze wel heel erg fijn. Volgens mij is die ook niet meer te koop. Hier komt mijn huid dan nog wel goed tegen. Maar ik heb nu weer een andere. Maar ik vond hem wel heel erg lekker ruiken. Dus die was ook wel heel erg fijn, moet ik zeggen.
Dan is er een dag- en nachtcrème doorheen gegaan. En ook van Shein. Ik heb hier de Vital Beauty Day Cream. Ik vind die van Lidl echt super fijn, moet ik zeggen, tegenwoordig. Stelt die scherp op. Dus dat is deze. Hele fijne ook. En ik heb ook een nachtcrème. Dit is de Q10 Intense voor alle skin types. En dat is deze. Ook wel een hele fijne nachtcrème. Ik heb inmiddels alweer een nieuwe staan. Dus ja, heel blij mee. Werkt heel erg goed, het van Lidl. Dus ik word daar ook wel heel blij van. Dan heb ik ook een Rexona Maximum Protection. Die is ook opgegaan. Ik gebruik het nu iets minder, want ik heb nu tegenwoordig van Borotalco eentje, die ook wel goed werkt. Maar die heb ik ook altijd echt wel heel veel gebruikt. Maar deze zijn altijd alleen super duur. Dat is altijd een beetje jammer. Maar ja, ook wel hele fijne producten, moet ik zeggen. Ja, het is toch altijd wel echt heel lang mijn lievelings geweest. Alleen hij maakt altijd heel veel vlekken. En dat vind ik ietsjes minder. Maar ja, ik heb hem wel met veel plezier gebruikt. Altijd. En ik gebruik hem nog steeds wel, maar niet meer dagelijks. Dan is er een setje met tandenstokertjes opgegaan van Jordan. Ik moet nu tegenwoordig stokeren van de tandarts en de mondhygiënist. Nou, helemaal prima. En ik koop ze van Jordan omdat ze die daar ook gebruiken. En ik weet gewoon, die dunne, die passen er precies tussen. Dus ja, dat moet je dan één keer per dag doen, boven en beneden. Nou, helemaal prima. Dus ik koop deze gewoon. Dus ook helemaal prima. Dan is er een foundation opgegaan. Dat is de Fresh & Fit Foundation met vitaminecomplex van Essence. Ik heb deze altijd in de lichtste kleur. Volgens mij staat de kleur er niet eens meer op. Oh jawel, 05 per Fresh Porselein. Vind ik een hele fijne foundation. Die gebruik ik alweer sinds een tijdje. Hij is echt helemaal op. Je krijgt de randjes helaas nooit helemaal leeg. Maar dit is echt wel een van mijn favorieten. Dus die gebruik ik tegenwoordig echt wel altijd. Want hij is ook wel betaalbaar en hij voelt gewoon fijn aan. Ik vind de dekking heel erg mooi van deze foundation. De concealer die erop doorheen is gegaan is de Camouflage Healthy Glow Concealer. Ook een hele fijne. Dus hij is waterproof en heeft een vitaminecomplex. Ik kon hem nu laatst al niet meer vinden. Dat vond ik wel heel erg jammer. Dus ik heb nu weer een andere gekocht. Maar ja, dit is ook wel eentje die heel fijn is. Ze hadden er ook eentje die kon tatoeages camoufleren, zeg maar. Dus ook een hele fijne concealer heb ik ook altijd in de lichtste kleur. De 10 Light Ivory. Dus die is er ook doorheen gegaan. Dan is deze highlighter er doorheen gegaan. Dit is de 10 Heroic. En ik vond het een hele fijne highlighter. Die gebruik ik nog steeds. Ik weet niet of die inmiddels nog te koop is, maar ik werd er wel heel erg blij van. Dus deze heb ik met veel plezier ook gebruikt. Ik heb nu de laatste volgens mij in gebruik en dan moet ik kijken of die nog te koop is of helemaal niet meer. De laatste twee producten. Eén is mijn favoriete oogpotlood, de Long Lasting Eye Pencil van Essence in de kleur 010 Black Fever. Die vind ik altijd heel erg fijn. Die gebruik ik altijd wel echt met heel veel plezier. Dus daar word ik altijd wel heel erg blij van. Het is zo'n potlood die je omhoog moet draaien, zeg maar. Dus dat vind ik altijd heel erg fijn. Dus dat is wel echt mijn lievelings. En het laatste wat er doorheen is gegaan is dit eyebrow setje. En dat is deze van Catrice. Die heb ik ook altijd met heel veel plezier gebruikt. Maar is helaas niet meer te koop. Wat ik heel erg jammer vind. Want ik vind hem echt nog steeds heel erg fijn. Dus ik heb nu inmiddels een andere gekocht die ook wel heel fijn is. Maar ja, het is toch wel iets anders als deze. Want ik vond deze wel echt super fijn. En er zat dan twee kleurtjes in, zeg maar. En je ziet ook, hij is echt helemaal op. En aan de zijkant zit dan nog zo'n tweezertje en een brusje. Maar ik vond het echt een hele fijne. Ja, fijne. Hij stelt niet scherp. Wat is dit? Fijn wenkbrauwsetje. Helaas niet meer te koop. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Dan waren dit mijn opgemaakte producten van de laatste 4 maanden. Ik denk dat het eigenlijk nog wel meevalt als ik het bij elkaar zie. Ja, ik ben gewoon iemand die heel verzorgend is en daarvan houdt. Dus ik denk dat het op zich wel prima is. Ik ben eigenlijk benieuwd wat jullie vonden van de buiten die ik heb opgemaakt. Vind je het veel of vind je het meevallen? Ja, ik denk dat het voor iedereen heel persoonlijk is. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om naar deze video te kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje op mijn gezicht te drukken of op mijn kanaal zelf. Er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt krijg je een melding zodra een nieuwe video online verschijnt en hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Ik wil je voor nu in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!